Hey, maar jullie zijn in 2012 waar je geloof ik best geklede band. En ik zie jullie ook eigenlijk altijd maatpakken zeg maar optreden. Ben je niet heel blij als je straks thuis komt om ze weer lekker uit te doen? Nee, want wij houden ze gewoon aan, hè, 24 uur per dag. Dus dat is helemaal geen sprake van. Nou ja, natuurlijk. Maar het is wel zo natuurlijk als je de straat op gaat. En ook als jij natuurlijk... Als dit een beetje hier zo van vak is, hè, ja, dan moet je als je eruit gaat, vind ik, dat je dan ook gewoon er netjes uit moet zien. En, want je wordt herkend op straat, weet je, want dat klinkt heel erg. Maar ja, als mensen, en die zien je dan in één keer, of die zien je de hele week op televisie of bij optredens, weet ik wat, in zo'n pak. En dan zie je dan bij de supermarkt tegenkomen met een loopje in een Adidas trainingspak. Ja, dat kan natuurlijk niet, weet je wel. Want anders is het niet echt. Nee, dus dat ben ik met je eens. Ik vind het ook leuk om mijn eigen zo aan te kleden. En dat geldt voor een groot deel van de band. De rest van de band, denk ik ook. Hoe zit het met jullie rijden dan? Zetten jullie wel eens gekke dingen op jullie rijden? Dat je denkt waar je een beetje voor schaamt misschien. We vragen voor Dave altijd zo'n zonnebril waar zo'n neus aan vast zit. Nou, die ligt er dan ook, weet je wel. Precies. Komt erbij en leg de handen in je schoot. Hey Arjan, ik heb nog een vraag voor jou apart. Jij bent volgens mij in het begin ben je een tijdje weg geweest uit de Kick. En volgens mij had je te druk met je werk. Dat mag hoor. Zoiets heb ik gelezen en daarna ben je zeg maar weer teruggekomen. Maar hoe zit het nou? Ben je nou ontslagen daarbij je werk of had je heimwee terug bent in? Ja, allebei eigenlijk. Ja. Allebei. Nee, ik had inderdaad, ik had het heel druk met mijn werk toen en toen werd ik ook nog vader van een tweeling. Dus toen dacht ik echt van ja, nee, dat wordt allemaal een beetje... Dave krijgt even geen aandacht, dus dan... Er gaat hier iemand, ik hoop niet dat hij zijn nek breekt, maar... Ik hoop het wel eigenlijk. Volgens mij is hij nog heel. Ja, dat was het. Ja. Oké, okay, nou dan wil ik je heel erg bedanken voor je interview, dankjewel. Ben ik alweer nodig? En dat was hem al. Hey, dankjewel. Hey.